Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is nu 's morgens, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan vandaag naar de bazaar in Beverwijk. Het is vroeg. Hoe laat is het eigenlijk? Ja, zal ik kijken? Het is echt bijna 10 over 7. En ja, normaal ga ik, ja, voor school ga ik wel wat vroeger eruit, maar het is vakantie. En die gaan er vroeg uit. We hebben trouwens nu de hele vakantie al bij elkaar geslapen, behalve gisteren. Ja. Maar voor de rest de hele vakantie, want het is nu zaterdag. Het is de dag voordat de vakantie is afgelopen. Ja. Ja. Dus dan gaan we aan ons klaarmaken en dan film ik wel verder. Oké, we hebben ons klaargemaakt. We zitten nu in de auto. Het was morgen wel heel vroeg. Dennis. Hé Dennis? Ja. Maar in ieder geval, hij gaat er zo uit. Want we hebben allemaal dekens en kussens hier liggen. Hij gaat bij mijn zus in de auto. En dan, ja. We kunnen gewoon dat op de achterbank leggen. Ja. Ja. Dus dan filmen we wel als wij daar zijn. We zijn nu bij het tankstation waar Dennis eruit gaat. En wij moeten de spullen. Nee. Wij moeten de spullen dus op de achterbank goed leggen. Maar, oh. Mijn zus heeft nu dezelfde auto als ons. Kijk. Hey. Dezelfde auto. Sienna. Ja. Hoi. Hoi. Ik zag je niet. Ik ga mijn tanden uit. Oh, leuk. Mooi. Hetzelfde auto als ons. Ja, leuk hè. Doei! Ja, hallo. Mooi. Mooie auto, Willia. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Oké. Okay. En ja, we moeten zo meteen nog even alles goed leggen. En dan filmen we onderweg nog wel heel even. Oh. Ja, dan gaan we alles nu goed leggen. En dan filmen we later op de weg nog wel. Ja. Ja, we zijn dus bij het tankstation weg. We hebben alles klaargelegd en zo. En ja, alles ligt. En ja, we hebben dekens en kussens dus. En ja, het is wel gezellig. Ja. Ja, ik heb net mijn video geëdit voor volgende week. En ja, dat is het eigenlijk. We gaan zo meteen wat eten en wat drinken bij de parkeerplaats. En dan gaan we verder. Nou, we hebben net gegeten en gedronken. Het was heel erg lekker. En nu moeten we nog 3 kwartier rijden. En dan zijn we daar bij, in Beverwijk. En hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Oké, dus dan film ik daar weer. Nou, we zijn nu in Beverwijk. We zijn al binnen. En ja, ik denk dat we het wel leuk gaan hebben. Ik heb wat lekker. Dus we gaan nu spullen zoeken en dan, ja, ik film zo meteen wel weer als we wat hebben gevonden of iets. Ja. Hey, we zijn nu in een soort feestwinkel, ja, feestwinkel. En deze heb ik gekocht. Heb ik vandaag nog meer gekocht? De blouseje. Oh ja, en we hebben een blouseje gekocht, een gerijd blouseje. Die kan ik nu niet laten zien, maar er komt wel een shoplog. Van ons alle twee. Ja. Ja, dat is wel. Ja, en dan laten we wel zien wat we hebben gekocht. Maar tot nu toe hebben we dus dat gekocht. We zijn bijna bij Sacred City en ja, dat is dus de snackbar waar we gaan eten. Ik sliep net bijna. Ik ben nog wel moe. Jij dan? Ja. Ja. Dus ja, we gaan nu eten en dan gaan we lekker naar huis. Sharon blijft vanavond ook bij me slapen. Dus ja. Dus we gaan nu eerst eten. Volgende dag. Gisteren toen viel mijn telefoon uit en ik was heel moe. Dus ik dacht, nou ja, laat ik maar morgen dan weer verder gaan. Ik heb een paar dingen gekocht, niet heel veel, maar ja, vorig jaar heb ik dus veel meer gekocht. Maar dat was nu wel minder. Ik dacht trouwens dat er wat was, maar dat maakt niet uit. Ik heb me aangesteld met mijn nieuwe stijlborstel. Daar komt nog een video van trouwens. En ja, dat is. Nou, ik heb de spelletjes gekocht en dat wou ik jullie even laten zien. Dus een eerste, die hebben jullie gisteren al gezien. Dat is deze muts.
met Chicago erop. Ik heb nu online, heb ik nog zo'n muts besteld. Maar dan met Bieber erop. Super gaaf natuurlijk. Ja, kleine dingetjes. Dit is een bordje voor mijn hondje. Deze. Ik ga mijn hond wel even ophalen. Dief heeft dus even opgehaald. Hé, Dief? Waar is ze? Kijk, hondje. Wat doe je? Bordje. Ik wil hem niet hebben. Ja. Nu gaat hij eraan ruiken. En nu loopt hij verder. Dan heb ik deze nog gekocht. Dit is een laserpen, dus ook voor Diva. Achter zit nog een touchscreen pennetje en een gewone pen. Maar er zit ook ledlicht bij en een laserlampje. Wat ik nu in mijn ogen schijn. Oké, en dus een ledlampje. Diva! Kijk. Pak hem maar. Daar doet hij dus ook niks op. Oh ja, nu wel. Nu rent hij erachteraan. Doe maar, pak hem. Daar, op de grond. Nou, nou niet. En... ik heb ook nog met Sharona kleren gekocht, want over 2 weken hebben wij een talentenjacht op school. Volgende week donderdag. En ja, wij wouden dus graag dezelfde kleren, want we gaan zingen. We hebben deze broek gekocht. Dit is gewoon een zwarte broek met hier ritjes en hier ribbels, dingetjes. En voor de rest gewoon zwart. Wow, het komt er heel dom uit. En dit blusje. Ik vond het super leuk. Dus, en we doen er gewoon een zwart shirtje onder. En dan doen we ons Adidas Superstars aan. Oh. Nou, dat bordje was trouwens 1 euro. Deze was 3 euro. Het blusje was 15 euro. De broek was ook 15 euro. En die muts die was 10 euro. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik een beetje heb gekocht. Ik heb het super leuk gisteren gehad. Ja, doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Weten jullie ideeën voor een video van mij? Zet het dan hieronder in de reacties. En dan ga ik proberen om dat te doen. Ja, dit was eigenlijk de video. Tot de volgende keer. Doei!